volgens de laatste Gert Bosmaak dat die dat de kap er ook echt los zit. Dus hou de kap nog even vastzetten. En dan kunnen we beginnen met het opvouwen. Nou, wat we beginnen, hoe we beginnen is we vouwen deze flappen op. Nou, dan kunnen we nog wat passageren door even de uiteinden hier trekken. Dat doe je ook aan de andere kant. In deze buishoes, daar hebben we weer een rit zitten. Nou, zoals je ziet, hij ligt nu nog een klein beetje het boot in. Maar wat je heel simpel even kan doen, je pakt de uiteinde even vast. Geef het goede verf, trek het aan en kijk, je hebt er geen last meer van als je hier gaat zitten. Dus zo is het helemaal voor elkaar. Mensen willen vaak.